Ik kom tot mijn laatste punt, voorzitter. Ja, heel goed. Integratie. Nou, 7 oktober heeft onze samenleving met de neus op de feiten gedrukt. De massale manifestaties uit sympathie voor Hamas maken pijnlijk duidelijk dat duizenden mensen in Nederland, wat mij betreft, in een parallele samenleving wonen. Het is een groep Nederlanders die er diep anti-westerse, antisemitische, antichristelijke en antidemocratische waarden op nalaat, zich daar niet voor schaamt en zich sterk genoeg waant om de confrontatie op te zoeken met deze waarden die ik net noemde. Op onze straten wordt opgeroepen om Joden de zee in te jagen en onze kinderen worden via sociale media, via kanalen als Sam Mokro, geconfronteerd met eindeloze pro-Palestijnse berichtgeving. Maar waar deze staatssecretaris zich heel erg zorgen over moet maken, is een peilingsonderzoek wat ik tegenkwam, en dat is van het Arab Center for Research and Policy Studies. En daaruit blijkt dat 67% van de mensen in een aantal landen waar onderzocht is, islamitische landen, 7 oktober een legitieme verzetsoperatie vonden. 19% van deze mensen vond het een imperfecte, maar legitieme vredesoperatie. Slechts 5% vond hem illegitiem. En in landen als Libië stijgt het aantal superfans, zeg ik maar eventjes, van de slachting van Joodse kinderen en vrouwen naar 91%, voorzitter. Ik wist wel dat daar op een andere manier gekeken wordt naar deze discussie, maar deze cijfers maakten mij het toch koud om het hart. En voorzitter, waarom begin ik erover? Omdat uit deze landen vele, vele, vele asielaanvragen in Nederland worden gedaan. En voorzitter, ik ben daar eigenlijk vrij hard in. Mensen met een dergelijke overtuiging kunnen eigenlijk niet functioneren in een westers-liberale samenleving waar antisemitisme en antiliberale gedachten die horen bij sharia bijvoorbeeld geen plaats heeft. En daarom heb ik een drietal vragen. Hebben we in beeld hoe deze ideologie aangehouden wordt bij asielzoekers die zich in Nederland melden? In welke mate wegen dit soort denkbeelden mee in de asielaanvraag? En op welke manier kunnen we zorgen dat we geen importeur van antisemitisme, nou, worden staat hiervoor te zitten, maar misschien wel blijven? Ik rond af. De begroting, zoals die eerder naar ons toegekomen is, dus de nota van wijziging is een nieuwe, maar de begroting zoals die naar ons toe kwam, zag er op zichzelf redelijk uit. Voor een kabinet wat 56.000 asielzoekers per jaar ziet als een overheidstaak om gewoon mee door te gaan. Echter, voorzitter, het is een slechte begroting voor een kabinet wat deze migratie ziet als een crisis die de samenleving zo langzamerhand ontwricht. Helaas is die laatste realisatie nog niet doorgedrongen tot dit kabinet. Maar ik heb ook gemerkt vandaag, voorzitter, bij een aantal van mijn collega-woordvoerders. Dank u wel. Meneer Bussoff, voor uw allerlaatste. Ja, voorzitter, dan mijn laatste interruptie. Ja, ik heb even meegeschreven. En dat vormfout van advocaten stoppen te vergoeden en geen bijstand meer voor asielzoekers bij het vertellen van een asielverhaal. Voorzitter, dat zijn een aantal, nou ja, maatregelen die voorgesteld worden, maar die zullen de asielinstroom niet echt gaan beperken. De grootste klapper die ik eigenlijk hoorde in het betoog van mevrouw Keizer, dat raakte vooral Oekraïners. En daar heb ik toch wel wat moeite mee. Maar een andere grote klapper kun je ook maken op het gebied van arbeidsmigratie, voorzitter. En dan ben ik wel benieuwd of de BBB bijvoorbeeld ook graag wil dat werknemers, zeg 85%, gewoon direct in dienst komen zonder, ja, eigenlijk malafide uitzendbureaus van de werkgevers. Is mevrouw Keizer ook bereid om zo'n grote klapper op het gebied van migratie te maken? Mevrouw Keizer, en als het kan wel. Voorzitter, arbeidsmigratie en trouwens ook kennismigratie. Ik geloof dat 2/3 daarvan binnen 5 jaar terugkeert naar het land van herkomst. Dat is 1. 2, dit zijn trouwens mensen, hè, die bijdragen aan economie en onze economische groei, die het mogelijk maakt om uitgaven te doen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van asiel. Daarom is deze groep wat mij betreft een andere situatie. Voorzitter, tot de tanden gewapend. Het rapport van de commissie Roemer, niet aan de orde hier vandaag. Maar desalniettemin, daar zitten ook een aantal dingen in die echt buitengewoon interessant zijn. Een daarvan wordt er al uitgevoerd, certificering van uitzendbureaus.
Of dit een oplossing, die staat trouwens niet in dit rapport, heb ik gemerkt. Of dit een oplossing is, ik weet het niet. Want dan hebben we nog wel ook een andere kluif met elkaar aan te pakken op het gebied van de ZZP-constructies. Dus tegen mevrouw Pot zei ik, ja, laten we kijken. Tegen de heer Bushoff zeg ik, licht dus toe wat je precies allemaal bedoelt. Nee, daar gaan we niet. De vraag is gesteld, u heeft er afwijkend op, ja, ontwijkend op geantwoord. Klopt, maar ja, ik kan niet een collega dwingen om... Dus ik,